Mijn naam is René Tepas. Ik sta hier naast de aanvoedster van Achilles 29, Yvette Derks. Welkom. Dankjewel. 3-0 nederlaag, ja, dat is toch wel zuur voor Achilles. Zeker ja, als je ziet 10 vrouwen uiteindelijk de wedstrijd uit moeten spelen. Hoe was de wedstrijd volgens jou? Ja, we kwamen hier natuurlijk met de beste intenties heen. Ik denk dat we uitstekend zijn gestart. Ik denk sowieso een hele uitstekende eerste helft vanuit onze kant. Alleen gewoon super zonde dat je zo snel al een rode kaart krijgt en met 10 man komt te staan. Ja, en dan wordt het gewoon heel lastig. Dan moet je gewoon wat defensiever gaan spelen. En ja, volle bak op de counter. Maar goed, wat ik net zei, eerste helft deden we dat denk ik uitstekend. En kwamen dan ook een aantal keren gevaarlijk uit. Ja, en de tweede helft was gewoon te lastig om nog iets te creëren. Ja. Wil je er best lang goed stand, moest ik zeggen. Je stoorde goed, Alkmaar kon het spel niet echt maken. Nee. Dat hebben we ook tegen elkaar nog eens gezegd. Dat ze heel veel moeite eigenlijk hadden met dat mannetje meer. En eigenlijk ook wel een beetje gefrustreerd waren dat ze eigenlijk weinig konden creëren. En dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Zolang we de nul houden, ja, dan blijft er een kans. Maar ja, je weet als die goal dan valt dat het gewoon heel lastig is. Het was niet echt dat je zelf dat kon aanrekenen, de goals die je kreeg. Of had je zoiets, ik had het toch iets anders nog kunnen doen? Ja, natuurlijk. Weet je, je scoort met z'n allen en je krijgt een goal tegen met z'n allen. Dus daar is iedereen voor aansprakelijk. Dus tuurlijk kun je er zelf ook iets aan doen. Dat reken je natuurlijk ook jezelf aan. Ja. Tot slot, meer zat er eigenlijk niet in. Hè? Zat ik nog te hopen op die 1-1? Of? Ja, daar hoop je op. En natuurlijk hou je een kans. Maar ja, weet je, ik denk dat de uitslag gewoon, hoe de wedstrijd is gelopen. En Alkmaar heeft gewoon verdiend gewonnen. Nou, op naar de volgende wedstrijd, hè? Ja, volgende weer een nieuwe kans. Hey, dankjewel, even snel. Ja, bedankt.